spelen ze het veld op voor wat inderdaad een wedstrijd kan zijn. Die eindigt met een koploperspositie voor AZ. Zo 2 punten minder dan Feyenoord. En dat speelt later. Maar ze hebben in ieder geval 1 punt meer en een wedstrijd minder gespeeld dan nummer 3 PSV. En Go Ahead met die heerlijke serie. Ongeslagen sinds 9 september. 11 competitiewedstrijden en 2 bekerwedstrijden zaten er ook nog eens bij. En 11 competitiewedstrijden op rij. Dat is een evenaring van het clubrecord. Dat stamt uit 1970. Opstelling van Go Ahead met Fontan als linksachter. Het is een beetje zoeken naar de blessure van Bas Kuipers. Die daar nu het beste tot zijn recht komt. Kijk in de spits. Ja, dan kan je Willemsen en Edwardsen en de mensen daarachter. Nou, dan kan je met die schitterende treffer in de vorige wedstrijd tegen Utrecht. Opstelling van AZ. Vandaag dus zonder Dani de Wit. En dat betekent dat Mihailovic, de Amerikaan, de eerste vervanger voor hem is. Op het algemeen speelt AZ niet al te graag zonder Dani de Wit in de ploeg. Dit seizoen onder Dani de Wit werd er gelijk gespeeld tegen Vitesse. En verloren van RKC. Gerrit Nauwer. Hij is centraal achterin. Kerkes. Klaasie. En dan Syriakos. Hoe komt AZ aan het voetbal? Of is het alleen maar lange trappen richting Karlsson? Zoals ik nu weer de poging was, maar die wordt ook weer onderschept. Edwardsen, Liedberg. Jan Sana. De AZ komt niet aan voetballen toe. En in de opbouw wordt ze vrij vaak gestoord door de spelers van Go Ahead. Snelle en Bas Kuipers. Groot fan van Go Ahead en de linksachter en normaal gesproken aanvoerder van de Deventernaar. Dat is geen beste keuze van Amova om daar te gaan lopen wandelen met de bal als centrale verdediger. En dan is dit Odgaard die dat wellicht afstraft. De Lange met de redding. Maar een fout van Amova die ineens op avontuur gaat. Op een plek waar je dat niet moet doen als centrale verdediger. Zeker niet als je positie niet is overgenomen. Het levert de kans op voor AZ en de redding vervolgens van Jeffy de Lange. Kerkes. Reinders. Karlsson ging diep. Nu gaat Kerkes aan de linkerkant. Odgaard komt er niet aan. Mihailovic. En dit is Reinders. Goed schot. En dat is een knappe redding omdat er een stuit in zat. Een hele vieze stuit. Zoekawara nog een keer. Een schot wat niet doorkomt. Maar hij met een prima redding. En zo staat Jeffy de Lange een zeer goed seizoen te keepen. Hier met het schot van Reinders. Een smerig stuitje. En dan is het extra knap. Dat hij ook nog langs een aantal spelers gaat. Extra knap de redding van Jeffy de Lange. Reinders. Mihailovic. Reinders. Zoek maar ruimte om de bal voor te geven. Heeft hij zeker een strakke bal. En dan zit hij ook in het net. Is het Pavlidis die scoort. En dan heeft Sugawara weer een assist te pakken. Die kreeg daar net te veel tijd, net te veel ruimte om die bal voor te geven. En dan wordt het 0-1 in de 38e minuut van de wedstrijd door de goal van Pavlidis. Sugawara. Reinders. Weer die bal langs Dijl. Weer is hij voor Karlsson. Kerkes. Kerkes. Pavlidis. En dat is net naast. Dan zagen ze in het uitvak die bal al binnenploffen. En waren ze voor de tweede keer een korte tijd aan het juichen. Deze keer kwam hij dus vanaf de linkerkant.
afdraaien is daar de inkopper. Dat zijn Jacobs. Dat scheelde niet heel veel. Hebben het koud, maar hebben het goed verder. Balbezit heeft. Gevoelstemperatuur nog verder naar beneden te laten gaan voor de fans van Go Ahead als deze bal voorkomt en deze wordt binnengeknikt. En het is Mihajlovic die 2-0 maakt. En zo bekroont hij zijn basisplaats. En daar zijn ze allemaal hartstikke blij mee. Pavlidis door op Sugawara. En weer een assist voor Sugawara. Hij voor en ja... Het is een bijzondere manier van koppen. Je zou denken, je schiet die bal makkelijker in dan dat je hem erin kopt. Zo laag is die bal. Reinders. Links, veel ruimte, Mihajlovic. Ja, daar gaat die bal ruim achter. Reinders. Kerkes. Reinders. Buitenkantje rechts. Pavlidis terugleggen. Oh, oh. En dan goed in het blokken van Jeffy de Lange. Maar prima hoe Pavlidis daar op de achterlijn. Toch zichzelf in een gevaarlijke positie manoeuvreren om de volgende treffer aan te tekenen. Reinders balbezit, Sugawara. Scherp voor. En dan is dit Klaasie. Vanuit Nauwe ervoor. En dat is de corner. Deze corner. Sugawara. Afdraaier, Odgaard. En dus had Sidiakos prima redding van de Lange. Is dat weer goed te keeper. Marcello. Kijk of die drie nieuwelingen dan het vuurtje wat kunnen aanwakkeren. Marcello dus zojuist doorging over die linkerkant, waar nu Rashan Fernandes de corner gaat nemen. Even dan een potje vrij worstelen op, balletje door en dan paf! Ja, dat was dan bijna Marcello geweest. Voor de 2-1. Of 1-2 in dit geval, want we zijn in Deventer. Edwardsen. Versnelt nog even. In het duel met Reinders. Maar terugleggen lukt dan net niet. Maar wel weer een corner voor Go Ahead. Fernandes, de indraaier. En die blijft daar liggen. Die blijft daar hangen. Nu schieten, nu scoren. En Willemsen krijgt hem ook niet binnen. Dat zijn een paar kansen. De eerste was van Finn Stokkers. Pavlidis. Sugawara, twee assists. En een goal! Dat zijn mooie cijfers van Sugawara. Een mooie bekroning voor zijn wedstrijd. Zijn voorbereidende werk. En daarmee gooit hij de wedstrijd natuurlijk wel snoeihard in het slot. Stokkers. Ik wil nog een keer bij Edwardsen. Cello. 16 in. En hij legt de bal nog op de stip ook.
Strafschop voor Go Ahead Eagles. Dus al die mensen die op weg waren naar de uitgang, die blijven nog even staan. Die willen dat nog wel even meemaken. Pascal Jansen vraagt zich af, ja, maar wat was er dan exact aan de hand? Ja, die gaat met zijn linkerbeen naar de bal toe. En daar loopt dan de tegenstander tegenop. Ligt aan voor zijn vierde Eredivisie goal. Willemson. En dat krijgt hij voor elkaar in de tweede minuut van de extra tijd. In ieder geval Go Ahead Eagles op het scorebord. Klaasie. Mooie bal van Brederode. Ik weet niet of het buitenspel is van Pavlidis. Het mag voorlopig in ieder geval door. Pavlidis legt hem neer en keurig afgemaakt. Vlag blijft voorlopig omlaag. Er wordt natuurlijk naar gekeken. Dat is het buurmeester die de treffer aantekent. De treffer die voorlopig staat in ieder geval. Voorlopig de 1-4 behelst. Nee, het was geen Pavlidis buitenspel, dus is het 1-4. En dat wordt meteen ook de eindstand in dit duel. Met als hoofdrolspeler Sugawara 2 assists. Een hele mooie goal. Daarna veroorzaakte hij een strafschop. En dus uiteindelijk niet zoveel aan de hand. En uiteindelijk AZ koploper in de Eredivisie.